Holy shit, hij zit nu gewoon op mijn rug. Het zou vet zijn om daar een base op te bouwen, maar... Oh, joh, oh, ik word nu al achterna gezeten door... Zo mensen, mijn naam is Cheese Toasted en tof dat je weer kijkt naar deze nieuwe serie. Het is net 2017 en bij een nieuw jaar hoort natuurlijk ook een nieuwe serie. En daarom ga ik vandaag de serie starten, Ark Scorched Earth. Dit is een serie die ik al heel lang in de planning had. Ik wou deze serie echt al heel lang doen. Dus vandaag gaan we ermee beginnen. De meeste mensen die zouden dus de normale Ark doen, Ark Survival Evolved. Ik doe Ark Scorched Earth, want ik heb de DLC erbij gekocht. En mij leek dit wat leuker. We moeten eerst beginnen met een poppetje maken. Dit is ons poppetje nu. Ik heb al een poppetje eigenlijk gemaakt. En dat is deze. Kijk, hij is een beetje misvormd. Haha. Ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Want dat was juist ook een beetje de bedoeling van mijn poppetje. Survivor name. Cheese Toasted. Dus wel een beetje wat we gewend zijn. En dan moeten we nog een spawn region selecteren. Waar willen we spawnen? Oei. Ja, dat wordt wel een goeie. Easy, medium. Ik ben nog niet zo'n ervaren arc-speler, dus eigenlijk kan ik het beste bij easy gaan beginnen. Hard gaat hem sowieso niet worden, maar eigenlijk zou ik het wel medium willen proberen, weet je. Ik denk dat daar ook de meeste spelers zitten, want voor de duidelijkheid, ik zit ook op een PvE-server, waardoor gewoon ik niet gereed kan worden. En jullie kunnen ook lekker meespelen, dus als jullie zouden willen, dan kan ik de volgende aflevering... het IP van deze server in de beschrijving zetten. Of ja, tenminste, hij staat eigenlijk al gewoon linksboven in de hoek. Dus wat lurk nou allemaal. Ik denk dat dat het leukste is om bij medium te gaan beginnen. Zout lijkt me niet zo leuk. Ik doe het gewoon lekker in het midden van de map. Dat lijkt me ook best het beste. En ik heb er zin in. Ik vind het spannend, jongens. Spannend. Oh, oh, daar zijn we dan. Ik en mijn popje in de woestijn. Oh, dat is nog natuurlijk even wennen. Ik en mijn poppetje helemaal. En wat ik gelijk trouwens zie, zijn die dingetjes rechts onderin. En wow, we kunnen nu al een level up doen. Laten we maar beginnen met wat stamina upgraden. Wat ook handig is om te emgrammen is een shirtje en een broekie. Want dan kunnen we gelijk eigenlijk beginnen met wat armor. Want dat is eigenlijk best wel handig. Oh, en we kunnen gelijk weer iets upgraden. Het gaat waarschijnlijk heel snel gewoon beginnen. Movement speed, nou, kan best wel handig zijn. Thatch foundation, vooral als we straks een huisje gaan maken. En een thatch doorframe is zeker ook handig. We beginnen eventjes met allemaal dingetjes te verzamelen van de grond. You're hot. Ja, dat weet ik. You shot. Find a place to cool. We moeten even beginnen met wat hout. En we kunnen ook gewoon alweer level uppen. Doen we ook maar eventjes gelijk. Ik denk, wait, dan kunnen we even wat meer met ons meedragen. En ik kan nog meer upgraden. Doe ik help. Natuurlijk moeten we gewoon ook eventjes een boompje slaan. Maar niet te erg natuurlijk, want anders gewoon is onze health een beetje te erg naar beneden. Dan kunnen we eigenlijk gewoon al gelijk een shirtje maken. En dat is wel handig eigenlijk. Want kijk, we kunnen niet de hele tijd met onze naakte body blijven rondlopen. Ons eerste armor stuk is gemaakt. Oh ja. Yeah. Oh shit, cactussap. Daar ben ik nog niet eerder tegengekomen. Klinkt best interessant. Maar we moeten even wat met fiber hebben. Want dan kunnen we ook eventjes een broekie maken. Want daarna pas kunnen we gaan beginnen met dingetjes zoals pickaxes en hatches. Tenminste, dat is naar mijn mening denk ik wel het handigste om te doen. En we kunnen nu nog niet eens een pickaxe maken. Daarvoor moeten we eerst een steen vinden. En dat lijkt me ook niet al te moeilijk. Kijk, hoppakee, daar hebben we er al eentje. Dus maak eerst eventjes een pickaxe. En we maken ten tweede ook even een broekie. Ja, daarna wil ik eigenlijk gaan beginnen met water vinden. Water is heel belangrijk, want in Scorched Earth heb je weinig water. Echt heel weinig. Daarom lijkt dit me even handig om te upgraden. Water, ja. Oké, dus heb ik dat 2 keer gedaan. Ons broekie is gemaakt, dus die equippen we eventjes en... we hebben onze pickaxe. Hoppakee. Wij zijn ready to go, jongens. Helemaal mooi. En er staan allemaal van die mooie torens en zo. Ik heb nog geen idee wat we daar allemaal kunnen gaan verwachten. Maar ik heb er super veel zin in. Ik weet niet zeker of dat water is wat ik daar zie. Maar het lijkt er wel op. Maar ik wil even een kijkje gaan nemen. Er zijn op het moment op de server ongeveer 12 mensen online. Misschien dat die mij zelfs kunnen helpen. Want ik weet eigenlijk nog verder niks van deze game. Jullie kunnen me natuurlijk ook heel veel gaan helpen met deze game. Holy shit, wat was dat? Dat ding sprong en hij is heel erg... het leek op een kangoeroe. Dit beest, dit is gewoon voor mij gewoon een kangoeroe. Ik weet niet of hij... holy shit, ik schroek me dood. Oh shit, nog zo'n beest. Ik weet allemaal niet wat deze beesten zijn. Oh shit, ik weet niet of die... oh, ze zijn aan het vechten. Ik weet niet of die vijandelijk zijn tegenover mij. Dus ik ga er maar gewoon met een stevige bocht omheen lopen. I don't want to die in the first part of seconds. En dat ziet er ook niet al te goed uit. Oh shit, snel rennen. Ik ga gewoon er maar snel doorheen rennen. Oh shit. Oh shit, volgens mij word ik nu al achterna gezeten. Oh, dit klinkt echt niet goed, jongens. Oh shit, daar zit een of andere grote rots. Een of andere Lion King rots doet me aan het denken. Het zou vet zijn om daar een base op te bouwen, maar... oh, joh, oh, ik word nu al achterna gezeten door... Ze verwacht ook al gelijk dat ik die sabeltandtijgers aan kan, hè. Misschien moet ik toch maar op easy beginnen. Ja, ik denk dat ik gewoon maar op easy ga beginnen. Krijgen we dit hele gedeeltje meer. Krijgen we deze meuk. Meh. Dit zou dus easy moeten zijn, jongens. Dus ik denk dat we hier snel wel achter op water kunnen komen. Hoppakee. Gelukkig heb ik mijn engrams gedeeltes allemaal nog wel. Ik denk dat we best wel snel een stone pickaxe kunnen maken. Daar hebben we inderdaad alleen nog eventjes een steentje voor nodig. Dus die maken we dan ook eventjes snel. Dan zal je misschien afvragen, waarom doe je dit als nieuwe serie, Puk? Ik wil me wat meer gaan focussen op van dit soort let's plays. Want normaal maak ik alleen maar van dat soort random video's waarin ik gewoon een random game speel. En ja, het lijkt me ook wel eens leuk om dit een keer te doen. En ik ga dit beest even killen. Welk level is hij? Level 116. Oké, laat maar zitten. Dat gaat veel te lang duren. Maar ik wilde in ieder geval deze game gaan spelen. Omdat ik deze game heel erg leuk leek. En dit is een wolf. Shit, 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 shit. En hij is volgens mij ook al boven level 100. Shit. Level 4. Komt niet eens van in de buurt, Puk. Dit zou dus easy moeten zijn, hè? Nou, ik ga weer random location. Want waarschijnlijk ga ik toch mijn spullen niet terugvinden. Wat is dit? Jerboa. Ziet er leuk uit. Wacht, ik wil hem temmen. Ik ga hem temmen. Oké, let's go. Oké, ik ben hem aan het temmen nu. Als het goed is. Een conscience is hij. Oh, ik moet hem meer shit geven volgens mij. I don't know. Ik heb nog nooit iets getemd. Oh, you have tamed a Jerboa. Dat is echt een schattig beestje. Maar hoe gaan we hem noemen? Ik denk dat ik hem zwerver ga noemen. Want hij zwerft hier gewoon maar een beetje rond. En... holy shit, ik heb hem opgepikt. Holy shit. Holy shit, dit ziet er vet uit. Hij zit nu op mijn rug. Oh, holy shit. Hij zit nu gewoon op mijn rug. Wacht, gaat hij nu ook dingen doen? Of blijft hij alleen maar gewoon een beetje chillen hier? Oh, misschien is het trouwens wel eventjes handig om hier even wat te gaan drinken. En ik zie daar een huisje daar. Maar ik kan dat niet raiden. En dat is maar goed ook, want dan gaan zij mij ook niet raiden. Misschien dat er wel mensen online zijn. Stel dat er mensen online zijn, dan zou ik graag even hoi gaan zeggen. Misschien dat ze een kleinigheidje hebben omdat ik nieuw ben op deze server. I don't know, ik weet niet of de community goed is op deze server. We upgraden eventjes onze stamina. En we gaan eventjes een kijkje nemen daar, maar ik... ik ben eigenlijk best wel bang voor dat beest. Ik durf eigenlijk niet naar dat beest toe te lopen. Ik ga er gewoon maar met een grote boog omheen lopen. Ik hou hem in het vizier. Zwerver, kom op zwerver. Zwerver en Puk, daar gaan ze hoor. Holy shit. Van wie is hij? Juri Ubink. Enter pincode 4444. Hallo, is er iemand online? Deze dude lijkt niet online te zijn. Deze dino is van hem. Waterdikzak. Oh shit. Zoiets gaan we ook bereiken in deze serie, jongens. Oh shit. Hier... dit is de jackpot. Hé, kijk, daar nog een Jerboa. Oké, deze gaan we eventjes wel killen. Misschien dat we er nog vlees van kunnen krijgen. Weet je, laat maar zitten. Oh, dit is poep. Laat maar zitten. Oeh, kunnen we hier naar beneden klimmen of zo? Oh, climb down. Ja, kan dat? Oké, ja, ik kan hem wel gewoon gebruiken. Ik ga denk ik hieronder een huisje maken. Want hier zit ook heel veel water beneden. Zag ik net vanaf boven. Dus mij lijkt het wel een slim idee om hier in de buurt wat te gaan bouwen. En dan ben ik ook gewoon gelijk de buurman van die dude daarboven, van die Juri. Hoppa, even wat water drinken. Wat water drinken, hoppa, lekker hoor. Dit lijkt me best wel een toffe plek om een kleine beest te gaan bouwen. I don't know. We moeten even naar een goede plek vinden voor onze beest. Dat is wel zeker waar. Oké, you're tired. Ik krijg de hele tijd van dat soort meldingen. Best wel irritant. You're tired. Ik moet echt mijn energy zo meteen gaan upgraden. Waar staat dat? Dat is toch gewoon mijn stamina of... dit is een vis. Dit is een blauwe vis. Heb ik nog nooit gezien. Oké, hoppakee. You killed a Joel. Maar we hebben nu wel lekker zijn visjes. We hebben nu zijn vlees. Ik vertrouw dat niet. Holy shit. Dat beest sprong moker ver in de lucht. Holy shit, dat vertrouw ik niet. Wegwezen. Ik kan trouwens weer iets upgraden. Dat was ik even vergeten te zeggen. Dus ik doe gelijk mijn stamina. Want jullie zien al dat ik de hele tijd tired aan het worden ben. Dat is niet wat ik wil. Oh, you have been poisoned. Oh, ik zit vast in hem. Dat meen... en mijn server is ook dood. Dit meen je toch niet, hè? Oh. Ik voel wel bij die dude in de buurt wonen trouwens. Het zag wel uit als een mooi stekkie. Wacht, kom ik nu ook gewoon een beetje waar hij zat? Volgens mij was het die kant op. Ja, precies. Dit poeltje waren we net ook om water te drinken. En toen zagen we het huisje daar bovenop. Ja, daar was dat huisje. Kijk, er zit daar heel veel water beneden. Jammer dat het niet zoals Minecraft werkt. Dat ik gewoon in het water kan springen en dat ik niet dood kan gaan. Mijn doelstelling voor deze aflevering is eigenlijk gewoon om al een huisje af te hebben. Gewoon, ook al is het maar een kleine cabin. Ik wil gewoon een klein huisje hebben. Zodat ik even een onderkomen heb. Zodat ik de volgende aflevering niet met volledig niks ga verder gaan. Hoppa, meer water. Lekker hoor. Oké, ik ben heel bang dat ik mijn spulletjes niet meer terug kan vinden. Het zit als het goed is in zo'n pakketje. Nee, daar is dat beest weer. Oh shit, wegwezen. Oh shit, ik moet het echt even globaal aan gaan kijken. Waar is dat beest? Het beest is daar. Hij heeft me weer gezien. Oh shit, dat lekte ineens. Ja, en ik ben weer dood. Ik zet nog net geen killcounter in beeld. Het is echt zo ongelooflijk. Weet je, die spullen ga ik toch niet terugvinden. Dus ik maak hier gewoon boven een cabin. Ik vind het helemaal mooi geweest hoor. Ik kom dan wel naar beneden als ik water nodig heb. Oké, kan ik hier heel voorzichtig van afvallen? Nee, dat kan ik niet. Health erbij, hoppa. Oké, ik ben injured, maar hoe fix ik die? Hoe fix ik dat? Shit. Oh, hé, ik ben ineens weer beter uit het niks. Oh, en ik ben weer injured. Goh. Ik moet ook niet gelijk tegen bomen aan gaan slaan als ik net weer beter ben. Nou, we gaan maar even een pickaxe maken. En foundation. Ik ben bang dat dat beest maar weer gaat zien. Oké, we hebben weer een pickaxe. Hoppakee, slot 1. Hoppa. Kijk, die dude heeft daar ook een soort van haven gemaakt of zo. Oh, hier staan ook allemaal van die foundations. Misschien dat als hij een keer weer online komt, dat ik met hem kan samenwerken of zo. I don't know. Als de community hier een beetje goed is, dan wil ik dat best doen. Oké, ik heb dus net die foundation gemaakt. Laat ik die hier ergens gaan neerzetten. Niet te dicht bij hem. Oké, ik kan hem hier maken, maar dit is niet echt een meest fijne plek. Oh, dat beest heeft me weer gezien. Oh shit. Oh. En ik heb gepoept ineens, oh shit, ik scheid eens even kleuren van dat beest dat achter me aan zit. Gaat ineens epische muziek beginnen. Oké, dit lijkt me best een vette plek om te gaan beginnen. Oké, let's go. Misschien wel een beetje heuvelachtig, maar ik kan dat handelen. Oké, hier zo, bij een muurtje. Ik ben tevreden. Oké, we moeten eventjes wat dingen gaan engrammen. Kijk, er is een thatch wall bijvoorbeeld. En ik denk een thatch door is ook wel handig. En een thatch roof. Oké, laten we eerst beginnen met 3 van dit soort dingetjes. Want dan kunnen we de 4e gebruiken voor de deur. Kijk, we moeten een doorframe hebben. Waarschijnlijk weten jullie trouwens veel meer van deze game dan ik. Maar ik moet leren, jongens. I have to learn something ooit. Waarschijnlijk ben ik na 100 afleveringen nog steeds super noob hierin. Ik heb nu gewoon 3 muurtjes, maar dat is nog steeds niet hoog genoeg. Dus ik denk dat ik 3 nog meer van dat muurtjes moet maken. Oké, ik kan er maar 2 maken. Dus dan ga ik maar even naar een boompje toe. Oh, en ik kan level uppen. Stamina, doe ik maar eventjes. Oké, ik moet eventjes tegen stenen aanbeuken. Hier, give me all those stone. Oh, en ik kan weer level up. Hey, crafting speed is best handig. Oké, dat boompje was waarschijnlijk toch niet genoeg. Ik ga het er maar mee doen. Ik spreek mezelf echt veel te veel tegen. Oh, ik heb volgens mij eentje te veel gemaakt. Oh nee, juist niet. Oké, kan ik hem er bovenop plaatsen? Ik kan deze dingetjes er bovenop plaatsen. Misschien niet handig trouwens dat ik maar zo'n klein hokje heb. Dan moet ik eigenlijk nog zo'n foundation maken. Ik ga eventjes wat meer boompjes hakken, maar eerst eventjes een hatchet maken. Hoppa, hatchet in de pocket. En ik heb trouwens nog geen kleding. Dus misschien voor nu nog wel eventjes handig, omdat het veel te heet is. En ik krijg denk ik alleen maar heter met kleding aan. Oké, ik heb een hatchet gemaakt. Laten we eventjes wat boompjes gaan opmakken. Oké, nu moet ik even snel water gaan drinken voordat ik dood ga. Oh, ik schrok eventjes. Die is gelukkig niet vijandelijk. Omdat die natuurlijk geen getemd door iemand. Oké, maar in de tussentijd heb ik dus wat hout allemaal gehakt. En ik heb best wel wat hout nu. Als het goed is. En daar vliegt ineens poep naar beneden. Van een Jerboa die daarboven zit. Huh? Een vliegende Jerboa. Hij zweeft gewoon daar. Oké, volgens dat ding hebben we meer fiber nodig. Dus dat gaan we dan even plukken. Vissen zitten hier genoeg in het water. Dus ik denk dat we best een vis kunnen gaan killen. Want die zijn ook niet vijandelijk. Die krokodil was tenminste wel vijandelijk. Oké, ik ga eventjes snel een kampvuurtje maken. Tenminste, als dat kan. Nee, dat kan niet eens. Oké, ik pak eventjes wat steentjes op. Want dan zou het goed moeten zijn als het goed is. Dan kan ik waarschijnlijk wel een kampvuurtje maken. Ja, ik kan een kampvuurtje maken. Want dan kunnen we eventjes snel dat vlees braden. Zodat ik tenminste kan overleven. Oké, wait. Gaan we even upgraden. Oké, gedaan. Ja, kan ik hem hier plaatsen, AUB? Alsjeblieft, ik ben aan het doodgaan. Hé, ik kan het hier plaatsen. We pleuren wat hout in en dit. Oké, kan ik dit ook rauw eten? Waarschijnlijk word ik dan nog meer gepoisoned. Oké, you ate raw or rotten food. Hé, maar ik ben nu wel minder dinges. Oh, ik moet hem nog aansteken. Dat is misschien wel handig. Oké, waar zit het huisje? Ook weer daar. Oh, wat de hel is dit voor straal? Even serieus, wat is dit voor straal? Ik weet niet wat dit is. En ik vertrouw het ook niet. Oh, er is gelukkig al iets klaar. Hoppakee. Eten. Eten alsof je leven ervan afhangt. Dat doet het eigenlijk ook technisch gezien. Oh god. Ik heb charcoal. Oké, dit vind ik eigenlijk wel genoeg. Omdat ik ook nog wat andere dingen wil doen in deze aflevering. We hebben een nieuwe foundation. En we hebben een level up. Hoppakee. We doen food. Ik weet ook niet waarom, maar we doen het gewoon. Deze foundation plaatsen we hier. En dan maken we een soort langwerpig huis of zo. Oh, hoe kom ik nou weer aan metal? Het zal wel. Oké, ik heb wat nieuwe muurtjes gebouwd. En die zitten al in mijn slots. En dan doe ik er nog eentje hier. Hoppa. En dan wil ik dit eigenlijk dicht gaan maken. Ik had als het goed is nog een roof in mijn inventory. Nee, die had ik nog niet. Maar die had ik wel geëngramd. Oké, ik heb een doorframe gemaakt. En die ga ik ook even plaatsen. Kijk, hoppa. Wacht, volgens mij moet ik hem van de buitenkant plaatsen. Yeah. Oh, you're encumbered. Wat? Heb ik nou zoveel bij me? Oh shit, ik heb eigenlijk best wel veel bij me, ja. Kijk, het meeste wat ik nodig heb is dat thatch-spul. Want dat wooden, daar heb ik nu nog niet zo heel veel aan. Ja, ik weet dat je met wooden ook huisjes kan maken, maar thatch... Ja, misschien hebben we wooden nog meer nodig voor andere dingen. Het lijkt me van wel. Oh, we missen fiber. Oh, you're dehydrated. Je wordt zo snel dorst, hè, in deze game. Shit, 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 shit. Huh? Ik heb geen damage gekregen toen ik het water viel. Werkt het dan wel net zoals Minecraft? Ik weet niet wat dit is, maar ik zag het net al en ik vertrouw het niet. Requires survival level. Supply crate. Oh, dat is eigenlijk gewoon een soort airdrop. Oh, dat is vet, ouwe. Oké, level up. Wait. Kunnen we even wat meer met ons meedragen. Dat is altijd handig. Maar we moeten dus level 45 daarvoor zijn. En volgens mij zijn we nu al een aardig hoog level. Level 18. Oké, en dan hebben we nog meer wat fiber nodig. Dus dat ga ik ook even plukken. En jammer dat je alleen zo weinig fiber krijgt. Dat je dat weer zo snel terug moet plukken. Oké, we maken alvast even een deur. En we maken een muurtje. Dat was het. Dat woord zocht ik. Dankjewel. Ja, deze mag hier. En hij werkt. Joepie. En... kan ik er nou ook nog iets van een pin op zetten? Ja, zet pincode. Zet ik er een pin op die jullie natuurlijk niet mogen weten. Oké, ik heb er een pin op gezet. En ik maak ook trouwens eventjes deze roof. Oh, oh, level up. Hey. Wait natuurlijk. Water gaat er weer zo snel vanaf. Ik wil gewoon eventjes mijn huisje bouwen. Laat me lekker. Oké, een roof. The roof is on fire. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Oké, ik heb nog een roof gemaakt, als het goed is. Oké, ja, ik heb hem nog in mijn inventory zitten, vandaar. Oké, dan hebben we deze alleen nog nodig en dan hebben we eigenlijk ons huisje gemaakt. Oké, als het goed is werkt alles nu? Ja? Nou, ik ben hier toch wel trots op hoor jongens. Kijk dan wat we hebben bereikt. Oké, we gaan nog eventjes een duikje nemen. Maar ondertussen wil ik jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet was. En het lijkt me sterk dat je nog niet geabonneerd was op mijn kanaal. Hartstikke bedankt trouwens voor de 300 abonnees. Ik weet niet of er een special gaat komen of zo. En als jullie een idee hebben voor een special, moeten jullie het even laten weten in de reacties. Maar ik vond het hartstikke leuk om deze video te maken. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering van Ark Scorched Earth. Later!